Breda nu. Je weet het meteen. Goedemorgen, Tamara. Jij zei net tegen mij, ik stond te kijken wat ik dadelijk ga doen. Maar we staan nu zo dicht op het schilderij dat ik denk, zo kijk jij toch niet, of wel? Nee, normaal loop ik dan, ga ik daar zitten. En dan neem ik even afstand en dan kijk ik van, goh, moet ik nog wat doen daaraan? Soms besluit ik dan, nu denk ik van, goh, misschien ga ik toch met die verder. Dus dan wissel ik het weer en dan... Ja, met die, dat betekent dus dat je met meer schilderijen tegelijk bezig bent. Ja, ik heb hier nu 4 staan. En die wissel ik af. Ja. Allemaal van die knotsen? Ja, allemaal van die knotsen, ja. Je had dit over een serie. Ja. Wat voor soort serie moet ik me daarbij voorstellen? Nou, deze schilderijen gaan naar een tentoonstelling in Duitsland. En dat is met 2 andere kunstenaars. Mm-hmm. En die tentoonstelling heeft de titel Von Menschen und Tieren gekregen. Klopt wel, hè? Ja, en dat zit er ook wel in. Maar dat is ook wel echt op ons bedacht, zeg maar. Omdat dat altijd wel een thema is wat in mijn werk voorkomt. Dus het is niet zo dat je daarin moest passen. Ze hebben het eigenlijk aan jou aangepast. Ja, zo is het eigenlijk. Ja, en die andere kunstenaars geldt hetzelfde voor. Mm-hmm. Ja, ja. Maar ik heb dan, dat inspireert me dan toch weer ook om daar nog even extra mee bezig te zijn. Nou zeg je dieren en mensen. Die dieren lijken hier en daar ook een beetje op mensen, toch? Ja, ja, en de mensen lijken vooral ook wel een beetje op dieren in mijn werk soms. Dan moet je toch eens even uitleggen waarom je dat doet, want dat is wel bijzonder. Nou, het is eigenlijk zo dat ik in al die figuren in mijn werk, daar gebruik ik eigenlijk altijd mijn eigen hoofd voor. Mm-hmm. Dat heb ik gezien. Ja, en het hoeft niet, bij deze lijkt misschien best wel, maar er zijn ook die helemaal niet zo lijken. Daar gaat het ook niet om. Het is meer dat ik mijzelf dan gebruik als een soort acteur of een soort, eigenlijk als een soort acteur. Dus dan kan ik liegen wat ik wil en ik kan ook heel veel van mezelf gebruiken. Dus dat vind ik gewoon lekker. En als ik daar iemand anders voor gebruik, dan voelt dat niet waar of zo. Dus daarom doe ik dat graag. Maar ik zoek daarin dus altijd rollen op. Het ene moment. En graag mix ik het ook. Dus dan. Dit is eigenlijk ook een soort. Ja, heel. Best wel mannelijk lijfje zit eronder. En het is toch nog wel een vrouwelijk hoofd. En hier zie je ook dat ik ineens in een diertje verander. En ik vind het ook heel fijn om. Om het helemaal in elkaar over te laten vloeien. Dus dat je eigenlijk niet meer ziet of het nou een kind is of een vrouw of een dier of een mens. Weet je, dat ik vind het mooi als het heel dubbel wordt. Ja, ik barst van de vragen nu. Eén daarvan is dat een beetje jouw levensfilosofie of zo? Want ik snap wel wat je zegt hoor, maar waar werkt het naartoe of waar komt het vandaan? Kun je dat uitleggen? Het heeft te maken met hoe ik naar mensen kijken of hoe ik het zelf ervaar in het leven. En hoe doe je dat? Nou, ja, het is voor mij. Kijk, we hebben allemaal een huls waar we in zitten. Maar daar moeten we het maar mee doen. Maar dat is natuurlijk niet altijd wie wij zijn of zo. Of wie we willen laten zien. Wie we willen laten zien, precies. Dus dat is een. De schijn bedriegt, of juist, maar ook weer niet. En het. Daar gaat het inderdaad ook over. Maar en dat het vooral ook heel onduidelijk is. Dat we willen eigenlijk graag duidelijkheid. Goed, slecht. Maar dat is er eigenlijk niet. Is er dat niet? Of is er dat iets... Ja, ik bedoel... Want heb je daar wel eens een keer met mensen over gesproken... die het niet met jou eens zijn? Alvast wel, maar... dat heb ik niet heel vaak. Maar ik... Wat ik wel ervaar is dat ik dit wel veel zie om mij heen. Hè? Dus dit gaat niet alleen over mij. Dit is wat ik lees en wat ik zie en waarvan ik zie dat veel mensen hiermee te maken hebben. Ja, ik las iets over dat jij in een eerdere fase meer met jezelf bezig was. En dat je nu meer confronteert met de buitenwereld. Is dat zo? Ja. Nou, toen ik echt begon met schilderen op de academie en kort daarna. Toen was ik inderdaad...
gewoon nog echt met mezelf bezig. Dat is ook normaal, denk ik. En toen schilderde ik niet per se zelfportretten. Ik gebruikte ook andere hoofden van andere mensen. Maar eigenlijk waren dat wel allemaal zelfportretten. Dat ging allemaal over mijn innerlijke worstelingen. En nu gaat dat gewoon veel meer over... Ja, natuurlijk gebruik ik dingen van mezelf. Mm-hmm. Dat, als je een landschap schildert, maak je ook in, bij wijze van spreken, gebruik je jezelf daarbij. Hè? Ja, zo is het eigenlijk. Confronteer jij jezelf met de buitenwereld of andersom? Nou, dat is gewoon het leven. Dat leven, ik leef gewoon het leven. Dus daar gebeurt zoveel. Mm-hmm. En dat gaat wel in mijn werk kruipen. Maar het heeft dus niet alleen met mij te maken. Het is ook veel meer... Toen was het echt heel erg dat ik iets wilde... delen, ja, dat wil ik nu ook wel, maar nu is het ook veel meer een heel bewust spel met de kijker geworden. Dus ik probeer niet een afbeelding te schilderen waar je naar kan kijken. Eigenlijk zijn die personages in die doeken, die breken eigenlijk door de, ja, zoals dat in het theater noemen, door de vierde wand heen. Dus dan wordt het toch in het nu. Dus het zijn eigenlijk een soort, ja, bijna een soort theaterachtige dingen. Dat is het niet, want het is ook gewoon een schilderij. En dat wil ik ook laten zien met verf en onaffe stukken. Maar dat spel met de kijker, dat is ook heel belangrijk. Voor mij, wat ik dus nu gezien heb, is het ook vooral, wat doet de kijker ermee? Want ik bedoel, je kunt het op verschillende manieren interpreteren natuurlijk. Jij hebt een bedoeling, jij maakt wat. Maar ik denk dat allerlei kijkers daar anders tegenaan kijken. Ja, nou, ik heb dus niet een hele... Ik heb natuurlijk wel een... Er zit wel iets van een intentie in. Maar ik wil het inderdaad heel erg zo maken dat het... Dat de helft van het schilderij, zeg maar... toch gevormd wordt in het hoofd van de kijker. Want ik probeer toch dingen neer te zetten... waar mensen, sommige mensen misschien wat ongemakkelijk voor worden. Anderen vinden dat juist heel lekker... Maar dat zit dus wel in het hoofd van die kijker, wat je daarvan vindt. Dus als er iets erotisch in zit of iets een beetje ingewikkeld schaamtevols of iets... Ja, waar je iets... Ja, weet je wel, moeilijke dingen, dat vind ik wel prettig om dat een beetje aan te snijden. Maar wat ik daarvan vind, dat doet er niet zoveel toe. Het is veel meer dat ik wil aansnijden van dat ingewikkelde dingen zijn of zo. Eigenlijk cijfer je jezelf weg... Hoewel je natuurlijk hartstikke duidelijk bent in schilderij, maar je cijfert je toch weg om de mensen de kans te geven om er iets mee te doen. Ja, ik wil dat er een soort openheid in zit. Ja, en toch ook wel een soort verbinding. Dus het is best moeilijk. Ja, om het evenwicht te vinden daarin. Aan het doen. Ik zie het, ja. En ik voel me een beetje als iemand die in een intiem proces inbreekt. Oh, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Want die details, dat is eigenlijk veel minder spannend dan... Minder spannend, maar wel de finishing touch, toch? Ja, maar dat is niet zo gevaarlijk, zou ik maar zeggen. Als ik nu die kop zou gaan zitten doen... Ja, dat is veel intiemer, want dan moet ik echt heel moeilijke keuzes maken. Hier hoef ik niet zoveel moeilijke keuzes te maken. Wat voor moeilijke keuze moet je dan bijvoorbeeld bij zo'n kop maken? Je moet een soort lef hebben. Dat vind ik moeilijk als daar iemand naast me staat. Want dan ga je bijna, hoor je iemand meedenken van nee, niet doen of zo. Weet je? Ja, zoiets. Ja, dan ben je bang echt dat iemand ik wil geen mening horen van iemand. Dan moet je moet ook gewoon iets kapot kunnen durven maken of zo. Ja, maar dat kan bij mij altijd hoor. Dat je er nou een dolk doorheen. Ik ben niet getraind in dat er dan mensen zijn. Ja. Ik hou daarvan om dat dan alleen te doen. Dus ik zou nu niet zoiets gewaags durven doen. Dus daarom doe ik nu wat detail. Ja. Je zei ook nog, ik zou eigenlijk een half uur daar moeten zitten. Ja, maar ik zit hier zo vaak te kijken. Ik weet altijd stukken wat ik denk van... Oh ja, daar moet nog even wat, zoals dit. Daar wil ik nog even wat fine-tunen. En dat moet dan wel in balans zijn met
Als ik dat met alles ga doen, dan schilder ik natuurlijk helemaal dood. Hè? Dan wordt het stijf. Dus, ja, soms is het best wel... moet je echt even goed kijken van waar blijf ik nou af en waar ga ik door. Maar heeft het ook met spanning te maken. Hè? Als je alles dicht kladdert, om het zo even te zeggen, dan is het niet mooi meer toch? Nee, maar ja, het is wel een hele worsteling bijna van wat durf ik wel gewoon te laten staan. Zo bijna in schetsfase en... Of durven, ja, wat werkt en wat werkt niet. En dat is natuurlijk subjectief. Hè? Sommige mensen vinden dat zonde dat ik dingen niet afmaak. Of anderen vinden dat ik veel te ver doorga. Maar ja, ik moet dat zelf natuurlijk. Het is mijn keuze, wat ik de goede keuze vind. Bij niet te storen met dat intense gedoe, niet? Het valt zo mee, hoor. Dit is toch ook een beetje gewoon... ik probeer nu wel wat uit. Ik weet niet of het werkt. Dus dat is wel spannend op zich. Maar het is niet dat ik nu dat hele schilderij kan verpesten of zo. Nee, hopelijk niet. Maar is het ook zo dat je zegt, ik weet niet precies wat wordt, maar het is wel in de richting van, zodat je niet zegt, ik doe iets totaal absurds. Ja, soms wel. Soms dan doe ik wel iets dat ik denk, het kan ook helemaal fout zijn. Maar dan denk ik natuurlijk, het zou kunnen werken. Mm-hmm. Maar niet, dat weet ik niet altijd. En zeker niet als ik, dit doe ik niet zo vaak met die dus dat is wel een beetje een experiment. Mm-hmm. Met die sticks en wat ik daarmee allemaal kan doen. Maar zit het dan in de compositie die niet meer klopt? Of de kleuren die niet kloppen? Of? Ja, dat is ingewikkeld. Nee, die compositie, dat staat nu wel een beetje. Ja. Maar ja, dan kan inderdaad de kleur niet goed zijn. Of het wordt toch weer... het ziet er gewoon niet goed uit. Dan is het gekunsteld of zo. Moet gewoon ook wel gewoon lekker... Vloeiend lopen. Ja, ja. Ja, en soms vergis je daar dan in. Dan wordt het toch geklooi of zo. Ja. Dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet hebben, nee. Het moet toch... dan haal ik zo meteen die tape eraf. Ja. En dan is het een strak lijntje. Ja. Hoop ik. Maar ik moet het dus eerst nog even een beetje uitvegen. Kunnen we ondertussen even doorgaan nog? Ja. Want wat me opvalt is hier dat je hier een hertje omarmt. Ja. Dat is dan weer een beeld. Dat komt eigenlijk gewoon uit Alice in Wonderland. Dan zie je Alice in Wonderland, is zo'n prentje uit dat originele prent. En dan loopt ze even zo'n hertje beet. En dat zijn van die beelden, dat blijft dan in je hoofd hangen. En soms gebruik ik van die beelden die heel bekend zijn. Dus die zitten wel in ieders hoofd een beetje. Deze misschien niet. Maar ja, dat zijn dan toch een soort verwijzingen. Dan krijg ik een bepaald gevoel bij en dan gebruik ik dat gewoon. Zonder dat het expliciet hoeft te zijn. Ja, dat hoeft niemand te weten. Maar dat, ja. En dan krijgt het nu weer een heel andere lading. Maar het heeft, ik vind het, in dit geval kan je afvragen of dat hertje nou in goede handen is natuurlijk. Dat vroeg ik me ook af, hoor. Ja, dat vraag ik mij ook af. Dat weet ik ook. Ik dacht even, het is ofwel dadelijk wordt een omklemming, waardoor het hertje vastzit, of juist niet. Dat is natuurlijk in het echte leven ook vaak zo, hè, met de liefde. Ja. Wat me ook opvalt is dat de meesten van onderuit kijken, om het zo maar te zeggen. Ja, maar dat is gewoon een beetje een ding. Ik maak altijd selfies. Mm-hmm. En dus dat is ook een beetje een soort... Ja, ik zou bijna zeggen een soort trademark. Dus gewoon, dat vind ik een lekkere manier om... Ja, er zit niet een hele grote gedachte achter. Dat vind ik gewoon een lekkere manier om portretten te maken en om dat weer te gebruiken. Het wordt ook een soort herkenbaar dan. Ja, en ik zie dan ook dat het ongeveer op de helft van je gezicht is. Dus die ogen,
zitten ongeveer daar. Het is ook altijd ietsje groter, want dat klopt allemaal niet hoor. Maar dat vind ik ook lekker. Maar het moet er toch een beetje uitzien alsof het dan wel weer mag of toch weer klopt of zo. Ja, ik vind het, als het helemaal perfect is, dan wordt het toch weer te veel iets waar je naar kan kijken. Zo. Ik wil dat het aanstoot en afstoot en aantrekt. Ja, ja. Ja. Ja, en die blikken, daar heb ik even geen goed antwoord op, behalve dat dat zo een soort manier, ja, een soort beeldtaal is geworden van mijzelf. Ja. En ik wijk er ook wel eens van af, zoals in dat schilderij met die aapjes erachter, dan kijk ik gewoon naar beneden. Maar maar het is wel een prettige, op een of andere manier een blik die ook weer, op een of andere manier. Nou, ik vind het moeilijk te zeggen, want ik gebruik toch ook wel andere richtingen maar, van kijken. Het is wel zo dat op deze manier de ogen nog heel groot zijn. En dat gebruik ik graag. En centraal? Ja, precies. Dus daar speel ik gewoon mee. Dat is gewoon een lekker middel, zeg maar. Kijker, kijk. Ja, ja. Breda Nu. Je weet het meteen.